In het volgende instructiefilmpje laat ik zien hoe een leerling succesvol kan inloggen op zijn eigen leerlingenaccount. Hij drukt op account toevoegen. Vervolgens plaatst hij daarin zijn voornaam punt, zijn achternaam het uitdrukt op volgende het algemene wachtwoord is welkom 2015 en welkom met een hoofdletter vervolgens op inloggen nu krijgt de leerling een uh, beeld te zien waarin hij een nieuw wachtwoord kan invoeren uh, zodra een leerling een facebook account uh, heeft Adviseren we dat hij hetzelfde wachtwoord gebruikt, zodat hij het wat makkelijker kan onthouden. Voer het wachtwoord in, voer nogmaals het wachtwoord in en druk op Wachtwoord wijzigen. Op dat moment is de account van de leerling actief en klaar om te gebruiken.